Kijk, matrassen. Het is voor veel bewoners in Transvaal bijna normaal aan het worden. Het afval dat massaal naast de containers wordt gedumpt. Dit is een van de plekken waar echt verschrikkelijk veel vuil eromheen vliegt. Letterlijk. Dus slecht dat het straatbeeld echt, weet je, dat het op zich een hele mooie wijk is. Maar dan denk ik, hoe kan het dat mensen zo slordig ermee omgaan? Het is niet netjes. Mensen komen met de zakjes en dan in plaats dat ze dat in die bakje gooit, gooien ze gewoon aan de zijkant of soms op mijn scootmobiel bakje. Kijk, en dit is dus grof vuil en afval daarnaast. Deze is niet vol. Loopt ook niet vast, dus gewoon bijgeplaatst. Wat doet dit met jou als jij dit zo ziet? Ja, het is niet fijn. Je gaat op een gegeven moment ga je er ook mee zitten natuurlijk. Het is je eigen wijk, je ziet het achteruit gaan. Het gaat verloederen, verpauperen. En hoe ruikt het hier? Ja, niet fris in elk geval. Volgens mij heel wet. Ik ben er gewoon aan gewend. Ik ben gewoon aan al dat vuil wat hier hangt en aan de troep en eigenlijk de ellende, ben ik gewoon gewend. En dat vind ik eigenlijk het ergste. Ja, maar het zijn weer matrassen, hè? Kijk. Kijk, matrassen. Zie je? Wat je dus ziet is dat er in deze wijk heel veel particuliere woningen zijn die door zijn verhuurd. En dat er sprake is van om de paar maanden nieuwe bewoners. Die weten vaak niet hoe je, wat toch vuilregels zijn, ook grof vuilregels. De gemeente zou veel meer zicht moeten hebben op de mensen die in die woningen wonen en ook om ze te informeren en ook ze veel meer te gaan betrekken. Het stadsbestuur kwam deze week met een actieplan tegen het afval op straat. Iets van 100 hotspots in Den Haag. Daar wordt sinds kort ook op zaterdag opgehaald en schoongemaakt. Beter gehandhaafd worden. Uiteindelijk moet de handhaving ook leiden tot goede stevige boetes. Want uiteindelijk is het gewoon onacceptabel om je vuil op straat te gooien zonder dat je dat aangemeld hebt. We hebben gekeken dat soms mensen gewoon ook de regels niet kennen. Dus dat het geen onwil is van ik trek me nergens wat van aan, maar dat mensen het gewoon niet weten. Dus we gaan nu communiceren in veel meer talen. Dat zijn plannen die we al maanden geleden met de gemeente hebben gecommuniceerd vanuit verschillende groepen. En dan denk ik, nu kan het opeens wel. En waarom toen niet? En ik denk, fijn, maar graag een actieplan voor een langere termijn. Ik ben bang dat dit dweilen met de kraan open is. Dat het symptoombestrijding is. Dat er alleen maar iets gedaan wordt aan wat we hier zien. En niet aan de onderliggende problemen, de oorzaken. En daarom gaan de bewoners donderdag demonstreren bij het stadhuis. Wij hopen nu echt met de manifestatie de gemeente wakker te krijgen van jongens, we hebben echt een probleem. Hè? Help en doe alsjeblieft wat voor Transvaal. Neem de problemen van de mensen in Transvaal serieus. Doe wat aan de leefbaarheidsproblemen, investeer in de wijken. Ga in gesprek met bewonersorganisaties, ga in gesprek met de ondernemers. Doe wat aan de huisvestingsproblemen, zodat er ook voor mensen hier mensen normaal bestaan kunnen hebben. Mensen ook bezoek kunnen hebben en trots kunnen zijn op deze wijk.